Ik ben Martin van Lok fan. Ik ben 73 jaar oud en ik heb sinds 11 jaar heb ik een ziekte, heb ik Parkinson. Is bewegen belangrijk voor je? Dat is ontzettend belangrijk voor mij. Ik kan ook niet zonder bewegen, want als ik niet beweeg, dan word ik chagrijnig. Ik heb vroeger heel veel gesport, ook op vrij hoog niveau. Dus voor mij is bewegen geen moeite, ik doe het graag. Ik heb vroeger altijd atletiek gedaan. En toen het niet goed me lukte, toen ik jaar 50 was, ben ik gaan mountainbiken. Dat ging erg goed, maar op een gegeven moment was mijn arm zo aan het trillen dat ik niet goed meer kon fietsen met de racefiets. Zeker als ik naar beneden fietste, dan ging mijn stuur een beetje zwabberen. Dus dat werd een beetje eng. Okay, yeah. Dus ben ik gestopt met de racefiets en op een gegeven moment kwam ik met tafeltennis in aanraking. Yeah. En dat is eigenlijk mijn nieuwe sport geworden, een nieuwe uitdaging. En in ieder geval 3 keer in de week, maar vaak ook 4 keer in de week. En als ik nog een dag meer zou kunnen, zou ik ook nog gaan. Yeah. Zo heerlijk, zo leuk is het spelletje. Ik ben helemaal van het begin af aan ben ik helemaal opgenomen in de hele gemeenschap, in de hele club. Ja, het is een hele gezellige club. Op vrijdag drinken we altijd koffie samen. Ik zeg wel eens, ik kom hier mijn portie lachen halen. Soms dan ben ik zo intensief aan het spelen dat ik me gelukkig voel. En daar heb ik ook helemaal geen ervaring van dat ik Parkinson heb. Maar het is wel heel belangrijk om te bewegen. Ik merk wel, als ik een tijdje niet beweeg, dan word ik toch een stuk stijver. En ik bij taftennis train je ook heel erg je reflexen. Of de oog-handcoördinatie is natuurlijk heel belangrijk. Dus dat zijn allemaal dingen die je hersenen gewoon toch naar scherp houden. Heb je ook tips? Ja, dat je jezelf moet dwingen om toch te gaan bewegen, ook al is het maar een klein beetje. Want ik heb makkelijk praten, want voor mij is bewegen gewoon heel vanzelfsprekend. Maar voor sommige mensen is dat niet zo vanzelfsprekend, denk ik. Dus het is misschien wel handig dat je een soort maatje vindt die dan bij jou komt. Om af te spreken van, kom, we gaan vandaag wandelen of zo, we gaan toch wat doen.